Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump en Kleve en Zonen. Goedendag, welkom bij de sport. Ja, dat de coronacrisis heel veel invloed kan hebben op een sportcarrière wordt in deze uitzending wel duidelijk. Straks het verhaal van basketballer Michael Kok, die vanwege de coronacrisis gestopt is met het spelen van basketbal bij Feyenoord Basketbal. Maar we gaan eerst beginnen met Ryan Kolwijk, die voormalig speler van Excelsior. Hij speelde het afgelopen seizoen in Slowakije bij Trenčín. En ja, afgelopen maand dacht hij, ja, wat doe ik hier eigenlijk tijdens deze coronacrisis? Hij liet zijn contract ontbinden en tekende vorige week een verbintenis bij Almere City. Ryan Kolwijk is dus vanwege het coronavirus geen speler meer van AS Trenčín. De 34-jarige Rotterdammer verliet Slowakije weer voor zijn woonplaats Lekkerkerk. Hij besloot in eerste instantie nog af te wachten, totdat zijn club met een forse verlaging van de spelerssalarissen kwam. Tussen de 20% en 50% en bij mij zat het rond de 50%. En toen zei ik van, als dat het geval gaat worden, ik ga daar sowieso niet mee akkoord. Maar veel contact met mijn zaakwaarnemer gehad en ja, juridisch gezien zeggen ze van, ja, je staat gewoon in je recht. Maar ja, nu met het coronavirus weet je niet wat er gaat gebeuren. En toen had ik zoiets van, als jullie dat willen doen, dan wil ik naar huis. En dan gaan we gewoon even zitten om te kijken van hoe kunnen we er netjes uitkomen. En dat is gelukkig gelukt. Maar naast het geld ging hij ook zijn gezinsleven missen. Nou, voorheen was het natuurlijk al dat ze me misten. Maar om de twee maanden zagen we elkaar. Interlandweekenden en vakanties van school kwamen ze mijn richting op. En toen school verviel en het voetballen ook thuis, zeg maar hier in Lekkerk. Ja, toen werd het voor hen natuurlijk ook wat lastiger. Gingen ze wat meer aan mij denken. Nou, kreeg ik wat meer telefoontjes in de avond met de huilende kinderen. Ja, en dan vraag je op een gegeven moment wel af van, ja, waar ben ik mee bezig? Ik bedoel, ik weet waarvoor ik naar het buitenland ben gegaan, naar Slowakije ben gekomen. En als je op een gegeven moment ook niet meer kan voetballen, ja, dan wil je gewoon lekker naar huis. En dus gaat hij weer in Nederland voetballen. Hij tekent voor één seizoen bij Almere City en niet bij zijn geliefde Excelsior. Nadat de club vorige zomer degradeerde uit de eredivisie, wilde Kolwijk weg. Later besloot hij toch weer aan te kloppen bij directeur Ferry de Haan. Maar waarom kwam het dan nooit tot een akkoord? Nou, goede vraag. Ik heb nooit meer wat gehoord, dus ja. Ze zeggen clubliefde voor altijd en clubliefde is er zeker. Maar is dat er altijd van twee kanten. Uiteindelijk denk ik dat de liefde er altijd is als het goed gaat en als je goed presteert. En ik denk dat ik in mijn laatste periode bij Excelsior geen goede fase had. En ook met wat blessures, trainerswissel. Dat het gewoon met de club helemaal niet zo goed liep. En blijkt het dat de clubliefde niet altijd wederzijds is. 10 jaar geleden behaalde Kolwijk zijn HBO-diploma, commerciële economie. Een functie zoals Daan Bovenberg als commercieel directeur ziet hij wel zitten, maar voorlopig niet bij Excelsior. Daan heeft een plekje ingepikt, hè? Dus bij deze Daan over een paar jaar. En wellicht daar wel je ambitie dan niet per se bij Excelsior, maar bij een voetbalclub om de commercie in te gaan? Maar dat is ook wel iets waar ik met Almere City over heb gesproken. En hun hebben aangegeven dat hun voor alles openstaan en voor alles willen meedenken. En dat hun er inderdaad nu al voor openstaan om aan dingen te proeven voor mezelf. En dat vind ik gewoon superleuk. En daar ben ik heel erg benieuwd naar en heel nieuwsgierig naar. En dan gaan we nu naar het verhaal van Michael Kok. 28 jaar is hij pas, maar de shooting guard van Feyenoord Basketbal dacht na tijdens deze coronacrisis. En dacht, ja, misschien is het handiger om een maatschappelijke carrière op te gaan zetten. En dus is hij gestopt met het spelen van basketbal. Ja, het is eigenlijk een afweging van verschillende feiten. De corona brengt bezuinigingen met zich mee. Het afronden van mijn studie en kijken naar een maatschappelijke carrière. En ik denk dat nu een mooie tijd is om die stap te nemen. Op een gegeven moment gingen we naar de toekomst kijken en alvast voor volgend jaar. Ja, en toen eigenlijk gaandeweg ging het bij mij steeds meer van, ja, weet je wel, het is dan weer een stapje terug dat je eventueel zou moeten doen als je nu al wilt tekenen. En ik heb wat meer zekerheid nodig. Kijk, het is voor mezelf natuurlijk ook een onzekerheid. En iedereen heeft natuurlijk zijn verplichtingen. En dan denk ik van, ja, misschien is het dan nu de tijd ook met het afronden van mijn studie dat ik denk van,
nu is het mooi geweest en helaas moet het komen. Hè? Want het is niet dat ik zeg van ja, ik sta om te juichen omdat ik stop. Nee, ik vind het heel erg. Maar ja, ik moet ook denken aan later. En ja, daar ben ik nu bereid voor om dan misschien iets eerder te stoppen dan gehoopt. Het begon gewoon wat meer te drukken door de coronacrisis. En het zat er wel al een beetje, de twijfel. Maar als het dit seizoen enorm goed had gegaan, ja, tuurlijk wil je er dan nog een jaar vastpakken. Dus ik weet dan niet hoe het had gelopen. Wat ik wil? Ja, ik heb niet zoveel wat ik echt zou willen. Ik wil gewoon iets vinden wat ik heel leuk vind en waar ik weer al mijn passie en liefde in kan steken. Ik kan ook de zakenwereld in het... ja, ik heb altijd ambitie en als ik eenmaal ergens voor ga, 100%. Dus ja, uiteindelijk maakt het dan niet heel veel uit in welke sector of wat dan ook. Als het mij maar aanstaat en aanspreekt. Het is gewoon ja, een soort kinderdroom die uiteindelijk werkelijkheid is geworden. He, iets waar je als klein kind van 6, 7 jaar naar gaat kijken, zelf uiteindelijk kunnen doen. Ja, en heel die weg heb ik zoveel mooie momenten meegemaakt met winnende punten, finales gespeeld, gereisd over de hele wereld, weet je wel. Ja, en dat neemt niemand me mee af. Ik leef altijd in de toekomst, niet in de keuzes die ik heb gemaakt, maar de keuzes die ik ga maken. En ik heb een hele mooie, leuke carrière gehad en daar kijk ik heel positief op terug. En ja, als je gaat kijken, had ik, maar ja, dat kan je bij alles zeggen, maar zo ben ik niet. Ik denk, het is goed geweest zo en het is heel mooi geweest. En tot zover de sport voor vandaag. Komende vrijdag zijn wij weer en tot die tijd volg je het laatste sportnieuws uiteraard via Rijnmond.nl of via de Rijnmond app. Fijne dag verder. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump en Kleven en Zonen.